Goedemorgen allemaal en welkom in onze Chaplin webinar. We zijn hier live bij u vanuit Rotterdam in het mooie Blue City hier direct aan de Maas. En vanuit deze locatie werkt een vernieuwersnetwerk aan de hele transitie naar circulair en biobased. Dus een mooiere studio hadden we eigenlijk niet kunnen bedenken. Ik ben hier vandaag samen met Inge van Veelsteren van Rijkswaterstaat. We hebben live vanuit Utrecht professor Martin Junginger, die ook een belangrijke bijdrage gaat leveren. En Martijn Verschuren van H4A is er vandaag ook bij. En gezamenlijk zien wij naar uit om een hele mooie webinar voor u te verzorgen. Het fijne is dat jullie ook allemaal in hele grote getalen zijn komen opdagen. Dus blijkbaar leeft dit onderwerp niet alleen bij ons, maar bij velen. We maken het interactief en dat doen we vandaag via de chat. Dus u kunt uw vragen, opmerkingen in de chat plaatsen en daar zullen we dan ook op ingaan. We kunnen misschien niet alles behandelen, maar alle vragen worden in ieder geval anders achteraf aan u beantwoord. Daarnaast werken we met Mentimeter, voor degenen die daarmee bekend zijn. www.menti.com, daar hebben we dan straks een code en daar hebben we een aantal vragen en stellingen die hopelijk weer een hele goede en nuttige discussie losmaken. Even naar de agenda voor het komende uur. We hebben een mooie, volle agenda, dus we gaan snel van start. Ik zal zelf een korte introductie geven van het Chaplin-programma, zodat u direct een beeld hebt van waar draait het nu eigenlijk om en waarom zetten we met z'n allen ons zo heel erg in voor dit programma. Dan komt Martin Junginger vanuit Utrecht, die gaat vertellen hoe het nu precies zit met duurzaamheid in het Chaplin-programma en hoe daaraan gerekend en gemodelleerd wordt. Inge die vertelt hoe het zit van deze nieuwe innovatie, wat is nou de route naar implementatie? Want vanuit het lab ben je nog niet zomaar in het echt toegepast, daar is natuurlijk veel werk voor nodig. En wat is de visie van Rijkswaterstaat op duurzaamheid en duurzame wegverharding? Daarna hebben we Martijn Verschuren die met ons van gedachten wisselt over wat betekent dit nu in de praktijk. Hij is van de wegenbouwers, dus hij weet wat het echt inhoudt om een hele mooie en een duurzame weg te bouwen. Dan sluiten we af met een interactief gedeelte, dus Mentimeter, chatvragen, wat speelt er bij jullie allemaal en daar gaan we met z'n allen op in. Je kunt de vraag niet zo moeilijk bedenken of we hebben altijd in onze samenstelling wel iemand die daar denk ik met veel plezier op in zal gaan. Dat gezegd hebbende, laten we starten en dan beginnen we met een filmpje. Een korte introductie van het Chaplin-programma. In het Chaplin-programma stimuleren we de ontwikkeling van ligninegebaseerd asfalt om zo de wegverharding te verduurzamen. Dat doen we met name door de partijen langs de waardeketen, de bedrijven, de overheid, maar ook de kennispartijen te verbinden en te laten samenwerken. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we gezamenlijk sneller vooruitkomen en betere resultaten bereiken in deze belangrijke transitie. We zijn hier de groenste weg ter wereld denk ik aan het aanleggen op dit moment. Dit is een weg met lignine zowel in de onder- als in de tussenlaag als in de deklaag. En dat hebben we tot op heden niet gedaan en dat is voor het eerst dat we dit doen. En dat is ook een van de resultaten eigenlijk vanuit de Chaplin samenwerking. Samen ben je gewoon slimmer en kan je meer ontwikkelen. Ja, uiteindelijk zijn er twee grote drijfveren. Eén daarvan is de klimaatverandering. Die moeten we natuurlijk gezamenlijk terugdringen en dat doen we door op deze manier petrochemische grondstoffen te vervangen voor hernieuwbare grondstoffen. In dit geval lignine, wat uit planten en bomen komt en altijd weer opnieuw zal groeien. In die groei CO2 vastlegt en die CO2 in een weg zoals deze, die blijft dan ook heel erg lang vastgelegd. We zijn in het programma Chaplin ingestapt om echt biobased asfalt, in dit geval asfalt met lignine, standaard te kunnen toepassen als mengsel.
En daar hoort gewoon bij dat we met elkaar, met behulp van proefvakken, meer ervaring op gaan doen. Zodat het product ook gewoon concurrerend is met de andere producten. We zijn hier bezig met de reconstructie van de N765. De huidige provinciale weg wordt opnieuw opgebouwd. De deklagen en de tussenlagen zijn eraf gehaald en worden weer opnieuw opgezet. Dus op dit werk waar we nu aan doen zijn, over een afstand van 300 meter, wordt 30% van de bitumen vervangen door lignine. 2050, dat is het moment dat de Nederlandse overheid heeft gezegd dat het circulair moet zijn met hernieuwbare energie en klimaatpositief. Daarnaast vervangen we het petrochemische product bitumen. En bitumen staat qua kwaliteit en beschikbaarheid onder druk. Hoe minder aardolie we met z'n allen gaan gebruiken, hoe minder bitumen er beschikbaar komt. En tevens worden de raffinaderijen worden geoptimaliseerd en daardoor gaat de kwaliteit van bitumen achteruit. En als wij, zoals we hier laten zien, met lignine een goede kwaliteit grondstof kunnen leveren, is dat niet alleen duurzaam, maar is dat ook heel goed voor de wegenbouw om een kwalitatief goede en betrouwbare grondstof erbij te hebben. Nou, het credo is een beetje van, alleen ga je sneller in zo'n proces, maar gezamenlijk kom je verder. Ja. Een filmpje zegt meer dan ik met een hoop slides kan vertellen. Dus dit is het Chaplin-programma. Mijn naam is Joop Groen en ik ben programmamanager van het Chaplin-programma Nijmans Circular Biobased Delta. Circular Biobased Delta is een publiek-private samenwerking met als stakeholders drie zuidwestelijke provincies in Nederland. Dat zijn Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Daarnaast een aantal grote bedrijven in die regio die ook koploper zijn op het gebied van die hele transitie naar duurzaamheid. En een aantal kennisinstellingen die natuurlijk een belangrijke rol spelen met hun kennis, met hun faciliteiten en ervaring. En dat zijn voor de Circular Biobased Delta, TNO, Wageningen Research en het Center of Expertise Biobased Economy. Waarom vanuit Circular Biobased Delta, waarom zetten wij ons zo in voor het Chaplin-programma? Dat is eigenlijk heel eenvoudig, omdat onze grote missie is het bijdragen aan de transitie naar circulair en biobased. Daarmee een bijdrage leveren aan de reductie van CO2. En Martin Jongingen gaat dadelijk vertellen wat daar nu het belang van is. En daarnaast ook de hele circulaire gedachte, dus niet iets uit de grond halen, gebruiken en vervolgens weggooien of verbranden, maar juist iets hergebruiken en hernieuwbare grondstoffen benutten. Nou, we zien dat met lignine in asfalt een heel kansrijke optie is. Daarnaast is het in onze visie worden in plaats van olieraffinaderijen worden bioraffinaderijen steeds belangrijker. En vanuit een bioraffinaderij maak je lignine als een heel belangrijk product. Nou, het is dus heel belangrijk om daar ook goede, hoogwaardige toepassingen voor te hebben. En we zien dat voor het realiseren van deze transitie naar biobased asfalt, dat juist samenwerking heel belangrijk is. En dat is samenwerking tussen de industrie, de overheid en de kennispartijen. Maar ook samenwerking in de waardeketen. We hebben hier te maken met partijen die elkaar van origine niet kennen. Partijen die lignine hebben als product zijn niet bekend met de wereld van de wegenbouw. Dus juist dat samenwerken en bij elkaar brengen, dat is iets waar wij een bijdrage aan leveren. Op zich zou je kunnen zeggen, regel het gewoon bilateraal, hè. Maak een project, dat gaat sneller. Maar dit is wel een opgave van formaat. Het is echt wel een uitdaging, er moet enorm veel gebeuren. En dan is die samenwerking des te belangrijker. Je deelt kennis, je deelt ervaring, talent, maar ook risico's en financiële lasten. En op die manier is het vele handen maken het werk licht. En dat doen we met veel plezier. Het is, laten we dat niet vergeten, is ook een leuke manier van werken. De roadmap die je maakt, de visie op de toekomst die wij binnen Chaplin maken, is een visie niet van één partij, maar is een visie van alle betrokkenen. En dat is eigenlijk per definitie een betere visie dan wat je individueel kunt realiseren. Hoe zit die samenwerking dan in elkaar? Ik had al even gezegd, we werken hier vooral langs de waardeketen samen. Aan het einde van die waardeketen heb je de partijen die wegbeheerder zijn, die eigenaar zijn van de weg. En in Nederland zijn dat vooral overheidspartijen, natuurlijk met een hele bekende Rijkswaterstaat,
vandaag vertegenwoordigd door Inge. Daarnaast hebben we een vijftal provincies aan boord. We hebben een aantal gemeentes, maar bijvoorbeeld ook een havenbedrijf, North Sea Ports. Dan heb je voor die wegbeheerders heb je de leveranciers. Degene die de wegen bouwen zijn vaak ook degene die een asfaltcentrale hebben, dus die asfalt kunnen maken. Nou, daar hebben we ook een heel aantal deelnemers in het Chaplin-programma. Een aantal hele grote, zoals Boskalis en Dura Vermeer. Maar ook een aantal wat kleinere, maar die juist heel innovatief kunnen zijn. Bijvoorbeeld vandaag hebben we Martijn Verschuren van H4A hier aanwezig. Maar ook TWW zagen we net in het filmpje. We hebben NTP, we hebben Roelofs aan boord. Dus ook hele sterke vertegenwoordiging vanuit de aannemers. Dan is het natuurlijk, als je een switch maakt naar een nieuwe grondstof, is die grondstof heel belangrijk. Dus we hebben een aantal leveranciers van lignine in ons samenwerkingsverband. Dat zijn vanuit Nederland Avantium, Vertoro en Beyond Oil. Maar ook mogen we ons verheugen dat partijen uit het buitenland al deelnemen in Chaplin. In dit geval Praj vanuit India, een van de wereldtoppers op dit gebied. En LXP Group uit Duitsland. Nou, dan wordt het programma ondersteund door een aantal hele sterke kennispartijen. Kennis, ervaring, maar ook faciliteiten, denk aan laboratoria, zijn natuurlijk belangrijk. En het Asfalt Kenniscentrum, Universiteit Utrecht, TNO, Wageningen Research en Kuwait Petroleum zijn heel erg betrokken en actief. Nou, hoe werken we nu samen in het Chaplin-programma? Dat doen we deels in projecten, dus we creëren projecten. Daarin definiëren we heel duidelijk wat we gaan doen in dat project en wie daaraan werken en wie wat doet. Daar zit een tijdslijn bij en een budget. Voor die budgetten proberen we zoveel mogelijk gunstige financiering te vinden. Dus bijvoorbeeld deze twee projecten die hier genoemd staan, die worden vanuit RVO gesubsidieerd. Dus we krijgen enorm goede steun vanuit RVO om het werk te doen. En daardoor kunnen we enorme vooruitgang boeken. In totaal op die projecten hebben we een projectbudget van zo'n 5 miljoen. Wat voor de helft gesubsidieerd wordt door RVO, maar voor de andere helft door de deelnemers wordt gecofinancierd. Dus al die deelnemers die zetten zich ook echt in. Dan zijn we bezig met nieuwe projectplannen. Op dit moment kijken we naar Europese samenwerking. En we werken ook op programmaniveau met elkaar samen. Dus dat zijn dingen die losstaan van één project, maar juist over alle activiteiten heen gaan. En dat is gericht op het stimuleren van het netwerk en de samenwerking, communicatie, ook het beïnvloeden van onze omgeving en bijvoorbeeld het aanleggen en monitoren van proefstroken, dus stukken lignine gebaseerd asfalt die echt op de weg gerealiseerd worden. Hier zie je daar een plaatje van. Binnen Nederland, de deelnemers, hoe zitten we verspreid? Dus die samenwerking is al aardig over heel Nederland aan het verspreiden. En waar zijn al proefvakken gerealiseerd of waar zijn ze nog gepland? Inmiddels staat de teller voor de proefvakken al op 18. Voor ons zijn die proefvakken heel belangrijk. We werken daar ook in samen met Bouw Circulair, die ook een heel goed netwerk hebben op het gebied van asfalt en beton. En in die proefvakken leren we hoe het asfalt zich in het echt gedraagt, maar ook allerlei verschillende varianten. Verschillende kwaliteiten lignine, verschillende formuleringen, gebruik van recycle. Er zijn heel veel aspecten die uitgezocht moeten worden. Dat doen we voor een deel in die proefvakken. Hiermee sluit ik mijn deel van de presentatie af en gaan we live schakelen naar Utrecht, waar professor Martin Junginger klaar zit, als het goed is, voor zijn presentatie. Ik zou zeggen, Martin, kom er maar in. Kun je mij goed horen? En ja. Mijn scherm zien? Kun je mij goed horen en mijn scherm zien? Ja, duidelijk, Martin. En het scherm is zichtbaar. Perfect. Nou, dank voor de inleiding. Mijn naam is Martin Junginger, hoogleraar Biobased Economy aan de Universiteit Utrecht. En tevens ook actief in dit project. Ik ben projectleider van een van de twee projecten die Joop net noemde, Chaplin XL. En Joop heeft me gevraagd om in eerste instantie eerst wat breder uit te leggen waarom biobased circulair asfalt een goed idee is. En vervolgens ook nog even kort de activiteiten binnen het Chaplin XL project toe te lichten. Een hele uitdaging in 10 minuten, dus ik ga heel snel van start. Wellicht als eerste basale punt, wat is biomassa? In de media wordt op dit moment vooral biomassa neergezet als hele bomen. Maar biomassa is eigenlijk een verzamelbegrip voor van alles en nog wat. Dat kan zijn
Stro, dat kan zijn bosbouwresidu, dat kan zijn afval uit de agri-industrie, dat kan zijn energieplantages, dat kunnen zijn algen, mest, afvalhout, mais, maisstro, gebruikt frituurvet en ook bomen inderdaad, maar vaak ook kleine bomen, snoeihout, vinnings, dus dunhout. En al dit valt allemaal onder biomassa. Nou, een van de redenen waarom ik dit ook laat zien is dat in vrijwel al deze stromen op een paar uitzonderingen na een stof zit die lignine heet. Lignine is het bindmiddel van de natuur, is een van de meest voorkomende biopolymeren ter wereld. In een boom, bijvoorbeeld in hout, zit ongeveer pak een beet een derde van de totale massa is lignine. En dat is het spul wat je niet kunt gebruiken om papier te maken, maar wat de boom zijn stevigheid geeft en wat een bindmiddel is. En die voelen me al aankomen, als het een bindmiddel is in de natuur, dan kan het ook een bindmiddel zijn in asfalt. Tenminste, dat gaan we in dit project verder onderzoeken. Nou, biomassa, waarom zou je dat gebruiken? Nou, er zijn twee uitdagingen en allebei kan biomassa en asfalt een bijdrage leveren. Ik denk dat dit vrij duidelijk is. We hebben een enorme uitdaging voor de boeg en dat is klimaatverandering. Namelijk dat als we doorgaan als nu, krijgen we eigenlijk een situatie die wellicht logisch lijkt. Als we zo doorgaan, dan kunnen we langzaam afvlakken, maar het is zeker onduurzaam, want dan streven we af op een 3 of zelfs 4 graden wereld en dat is geen prettige wereld. En zou het grote milieugevolgen met zich meebrengen. Maar aan de andere kant, om naar een traject te gaan waar we naar 2 of zelfs 1,5 graden gaan, zoals we hebben afgesproken 5 jaar geleden in Parijs, zullen we hele grote maatregelen moeten nemen, veel meer dan we eigenlijk nu doen. We zitten nu op dit moment als wereld geloof ik op een 3,3 graden wereld, wat echt niet wenselijk is. Dus er moet nog veel meer gebeuren. Maar dat kan ook economische gevolgen hebben. Dus moet je proberen om slimme oplossingen te vinden hoe je toch deze paden kunt bereiken. Maar zonder dat je daar eigenlijk veel van moet betalen of grote economische disrupties mee veroorzaakt. Nou, de tweede grote uitdaging is dat we eigenlijk veel te veel grondstoffen uit de natuur halen. Dit is een plaatje van de circulariteit van Europa, waar je ziet hoeveel materialen wij uit de natuur halen. En dat kan dan zijn biomassa, dus dat is het groene gedeelte, maar ook bijvoorbeeld fossiele energiedragers. Dat kan zijn kolen, olie en aardgas voor energie, maar ook bijvoorbeeld olie voor plastics. Nou, een gedeelte daarvan wordt gebruikt voor energie en wordt dan ook weer als afval in vorm van bijvoorbeeld lucht, CO2 vrij. Hè? Dat is het probleem wat de CO2 de klimaatverandering veroorzaakt. Een gedeelte gaat in de building stock en dan een klein gedeelte daarvan kunnen we recyclen. Maar een gedeelte daarvan gaat dus ook beland weer als afval in het milieu wordt gestort of komt in de lucht terecht. Nou, eigenlijk willen we zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken. Dus eigenlijk wil je dit zoveel mogelijk minimaliseren en zoveel mogelijk dit circulair maken. En uiteraard hetgene wat we dan toch nieuwe feedstock moeten halen, dat willen we liefst dat dat hernieuwbaar is. Dus geen aardolie meer uit de grond halen, maar liefst hernieuwbare grondstoffen gebruiken. Nou, biobased is eigenlijk niks anders dan hernieuwbaar circulair koolstof. Want wat is biomassa niks anders? Dat is feitelijk koolstof dat door de fotosynthese is vastgelegd in een boom of in een andere plant. En in dit voorbeeld wordt dit gebruikt voor bioenergie. Nou, daar is veel discussie over waar ik vandaag niet op zou ingaan. Maar in dit geval zie je dat als die koolstof is opgeslagen, dat je vervolgens naar een fabriek gaat en dat die de biomassa verbrandt, dat daar elektriciteit, warmte, brandstoffen bij vrijkomen, maar ook weer CO2. En dat als je het duurzaam doet, dus als je dat bos weer aanplant, die CO2 weer wordt opgenomen. Daardoor is het circulair en vanwege het feit dat het met zonne-energie gebeurt, is het hernieuwbaar. Wij gaan echter vandaag niet over bioenergie praten, maar over biomaterialen. En daar zit één cruciaal verschil, namelijk dat deze loop eigenlijk ontbreekt. Oftewel, als je slim bent, kun je de biomaterialen ook lang uit de atmosfeer houden en niet weer toevoegen aan de lucht. En daarmee de facto als een soort stofzuiger CO2 uit de lucht halen. Namelijk dat je eerst via CO2, via fotosynthese het laat vastleggen en het vervolgens ook vasthoudt. Nou, dat is precies wat we zeer waarschijnlijk nodig hebben. Het is een rapport van 2-3 jaar geleden van de IPCC wat nodig is om de 1,5 graden die we eigenlijk willen hebben niet te behalen. En die zeggen ja, in een heel ambitieus scenario kunnen we de gebruik van fossiele grondstoffen extreem snel uitfaseren en zitten we eigenlijk op nul tot 2050, 2060. Maar zoals ik net al zei, dat is helaas waarschijnlijk niet haalbaar, omdat er toch te weinig politieke wil is, te veel economische consequenties en zeer waarschijnlijk zullen we toch een tijd lang nog meer fossiele grondstoffen gebruiken dan we eigenlijk zouden mogen om een 1,5 graden wereld te realiseren. Zoals ik zeg, op dit moment zitten we op een koers voor 3,3 graden. En dat betekent de facto dat we eigenlijk
achteraf, of eigenlijk zo snel mogelijk, netto weer CO2 uit de lucht moeten gaan halen. En die CO2 weer eruit gaan halen, zodat we die 1,5 graden op de lange termijn alsnog gaan halen en stabiliseren. Dus die negatieve emissies, zoals dat heet, dat is heel belangrijk. Nou, dit idee is dat als je biomassa verbrandt en vervolgens de CO2 opslaat. Maar dat kan dus ook door biomassa langdurig vast te leggen in materialen en daarmee uit de atmosfeer te houden. En dat zijn eigenlijk de twee meest belangrijke redenen waarom we zeggen dat biobased asfalt in principe en de behoefte aan fossiele bitumen als input kan reduceren, dus zeg maar het meer circulair maken, en tegelijkertijd biogene koolstof langdurig uit de atmosfeer kan houden. Zo'n weg, zo'n toplaag gaat 10, 15 jaar mee, daar kan Martijn wat meer over vertellen, maar zeker de onderlagen gaan meerdere decennia mee, waardoor je dus de koolstof langdurig kunt vastleggen, zeker als je dit ook nog meerdere keren kunt recyclen. En daardoor kun je dus CO2, biogene CO2 actief uit de atmosfeer houden. Nou, dat zijn de twee fundamentele redenen waarom wij gezegd hebben, ook als kennisinstituut, dit lijkt ons reuze interessant om samen met de industrie verder te ontwikkelen. Maar hier is ook nog veel meer onderzoek naar nodig. Nou, dan kom ik bij Chaplin XL. Joop heeft het net al genoemd, een van de twee projecten die op dit moment door RVO zijn gefinancierd. En daarin hebben we een aantal doelen. Het hoofddoel is het uiteindelijk op industriële schaal behalen van CO2 af of reduceren door gebruik maken van lignine als vervanger van bitumen. En dat naar een TL-niveau 6-7 brengen. Onder andere door het inmengen van lignine in, bij de asfaltproductie verder te automatiseren. Te experimenteren met nieuwe vormen van lignine. In dit geval vooral met avantium lignine, wat in Delfzijl wordt geproduceerd in Noord-Nederland. Met een geavanceerd proces, want op dit moment houden we lignine eigenlijk nog uit papier- en pulpfabrieken. Maar er zijn ook andere tweede generatie processen waar je de suikers die in hout zitten kunt gebruiken voor andere leuke dingen. Bijvoorbeeld biobased Coca-Cola flessen. De lignine die daarbij vrijkomt, die kun je dan gebruiken om in wegen te zetten. We willen dus ook kijken of je gerecycled traditioneel asfalt kunt gebruiken met verse lignine. En nog een stapje verder. We hebben al proefvakken waar lignine in zit. En ook die willen we uiteraard weer proberen te recyclen met verder met extra additionele lignine. Vandaar ook de naam XL, dat staat voor extra lignine. En uiteindelijk natuurlijk een heleboel testen doen over de levensduur, de milieuperformance van de biobased lignine. Dat zijn de overarching doelen. Ik zal de projecten verder met laten, maar ook hier heeft Job net al uitgelegd. Avantium zit erbij als ligninoproducent, Wageningen als kennisinstituut samen met het Asfalt Kenniscentrum. We hebben twee asfaltproducenten, Roelofs en Martijn, zal ik straks voorstellen, Havira. We hebben, volgens mij heb ik ze nu bijna allemaal gehad. Natuurlijk, Biobased Delta, Joop zit er ook bij. Dus we hebben een mooi consortium met alle spelers in de keten. En ik zal heel kort door de status van het project nu lopen. Avantium heeft de afgelopen 9 maanden flink lignine geproduceerd. Eind augustus waren dat al 600 kilogram. Inmiddels zijn er nog 400 kilogram bijgekomen. Dus dat is een ton geavanceerde lignine die we binnenkort in het voorjaar in een nieuwe proefstrook integraal gaan gebruiken en gaan testen. Daarnaast, en dat zal Martijn vertellen, dat heb ik net in de film al laten zien, hebben we in november vorig jaar een testvak gelegd. Een straat van 600 meter. Ik begreep dat daar ongeveer 16 ton craft lignine in zit, in alle drie de lagen. Dus dat is echt voor het eerst dat dat gerealiseerd is. Ik zeg ook wel, dat is waarschijnlijk de meest duurzame circulaire weg die afgelopen jaar in Nederland ligt al ter wereld is gebouwd. Dus daar zijn we ook echt trots op. Het Asfalt Kenniscentrum doet vooral de type testen. Dus die kijken naar verschillende asfaltconcrete mengsels in dit geval, met verschillende mengsels van lignine, maar ook gerecycled asfalt. PR staat eigenlijk voor de hoeveelheid gerecycled asfalt. Dus zelfs 30% en 50% wederom met lignine erbij. Nou, al die groene veetjes geven aan dat dat in principe allemaal heel goed uitziet. Ik zal niet te veel in details gaan dat project nog loopt. Maar de eerste resultaten zien er buitengewoon veelbelovend uit. Wij zelf zijn vanuit de Universiteit Utrecht verantwoordelijk voor het LCA, de levenscyclusanalyse en de circulariteitsassessment. Nou, ook dat is een gaande proces. Het is een buitengewoon ingewikkelde levenscyclusanalyse, want je hebt te maken met aan de ene kant voor de experts hier op dit gebied kun je kiezen of je attributional of consequential LCA gaat uitvoeren. Nou, dat zijn twee verschillende scholen, zou je kunnen zeggen, die tot verschillende resultaten kunnen leiden. Je moet omgaan met allocatie en je moet ook nog omgaan met recycling. En dat maakt de boel extreem complex. We hebben afgelopen week met een aantal mensen uit het project
ruim 2 uur gezeten om alle complexiteiten te bespreken. Het is echt een enorme puzzel. En de milieuperformance hangt dus ook van heel veel keuzes af hoe je deze LCA gaat uitvoeren. Eén ding wat we eigenlijk wel zeker weten is dat lignine, als dat de performance heel erg van afhangt waar de lignine vandaan komt en wat er gebeurt in plaats van als je de lignine daar weghaalt. Dus bijvoorbeeld in een pulp-en-papierfabriek, die gebruiken op dit moment de lignine nog vaak om hun eigen warmtebehoefte te dekken. Stel dat je die lignine voor andere dingen gaat gebruiken, dan is het in het ideale geval dat ze bijvoorbeeld bast of andere laagwaardige biomassa gebruiken, dan komt de biobased asfalt vrijwel goed eruit. Maar stel dat ze in die craft papierfabriek aardgas zouden gaan gebruiken, ja, dan ben je eigenlijk het ene gat met het andere aan het vullen. En dan komt het er een stuk minder goed uit te zien. Nou, nogmaals, ik kan op dit moment nog niet veel verder kwantificeren, maar uiteindelijk is het doel om ook binnen het Japan XL project de MKI-scores, moet ik bijna zeggen, want er zijn meerdere, van biobased asfalt te berekenen en de vergelijking met traditioneel asfalt te maken. Nou, dat is de LCA. Als allerlaatste, in de week van circulaire economie moet je daar natuurlijk ook nog even in gaan. We gaan ook circulariteit meten. Blanca Corona, een van mijn collega's, die is op dit moment bezig om daar goed naar te kijken naar de huidige metrics. En die zijn vooral gericht op massabalansen. En in Chaplin XL gaan we eigenlijk nog een stapje verder. We willen die link met de LCA leggen, dus ook naar energie input en outputs kijken. Maar vooral ook naar de CO2-emissies en de biogene koolstofopslag in de tijd. Dat laatste is op dit moment een buitengewoon veel besproken onderwerp. Moet je nou de opslag van biogene koolstof in materialen, zeker als dat langdurig is, wel mee rekenen of niet? Moet je dat een credit geven of niet? Nou, ik heb net uitgelegd waarom wij denken dat dat wel degelijk noodzakelijk is. En dat is denk ik ook een van de dingen die we in dit project nog een keer heel goed gaan uitleggen. En onder de aandacht gaan brengen van de sector en van de beleidsmakers. Nou, volgens mij ben ik ruim door mijn 10 minuten heen. Dat is altijd een uitdaging. Ik begreep dat we vragen aan het einde gaan doen, maar je zou zelf vast in de chat kunnen stellen of naar mij kunnen mailen als je meer wilt weten over dit project. En daarmee wil ik graag de stok overgeven aan Inge van Vilsteren, adviseur wegenbouwmaterialen bij Rijkswaterstaat. Ja, Martin, echt een ontzettend mooie presentatie. En het is ontzettend duidelijk waarom dit in de week van de circulaire economie naar voren moest komen. Je hebt heel duidelijk gemaakt waarom biobased en biobased bindmiddelen daarin specifiek een rol hebben in die circulaire economie. Maar dat je ook goed gaat kijken naar waar vervangt het dan en hoe de hele economie daarin samenwerkt. En dat is natuurlijk ook weer heel mooi aan de Biobased Delta. Daar zitten al die kennispartijen bij elkaar. Wat ik ook zag in jouw presentatie is dat je het ook al had over TRL-niveaus. Nou, dat maakt ontzettend mooie link naar waar ik het vandaag over ga hebben. Ik ben Inge van Vilsteren, adviseur wegenbouwmaterialen. Ik ben bij Rijkswaterstaat betrokken geraakt bij de Biobased Delta en bij het Chaplin-project. Er ligt nog geen meter biobased materiaal in onze rijkswegen. Maar we zijn wel aangehaakt vanuit WVL, Wegen, Verkeer en Leefomgeving, omdat wij diverse programma's hebben lopen die gaan over die duurzaamheidsdoelstellingen. Vandaag zal ik proberen in 10 minuten concreet te maken hoe dat er dan uitziet als je een initiatief hebt en hoe dat dan gaat richting implementatie. Maar dan beginnen we even met wat is dan duurzaam? Nou, voor een Nederlandse situatie is daar een studie naar gedaan van wat is nou het grootste CO2-aandeel van de hele keten van asfalt en wegenaanleg. En als we dat specifiek maken, dan zie je dat er orde grootte 42% van de CO2 vrijkomt bij de asfaltproductie. Maar dat ook een heel groot deel zit bij de bouwstoffen, de stenen en ook het bindmiddel. Dus de biobased bindmiddelen hebben hier echt wel een rol. En heel specifiek moet je dan natuurlijk ook wel gaan kijken dat het mengsel, hoe dat geproduceerd wordt. Maar dan heb je ook een referentie nodig. En daarvoor hebben ze uitgewerkt van wat is dan nu de huidige stand van techniek van asfalt. En daar ten opzichte van hoe is het dan beter voor het klimaat, meer circulair. En hoe kan je dan dat meten in een milieukostenindicator. Die kwam ook in de presentatie van Martin al naar voren. Daar zijn diverse mengsels uitgekomen. Dat is samen gedaan met de branche. En dat wordt nu als referentie gehanteerd. En daar kunnen we dus nu ten opzichte van gaan kijken wat dus meer duurzaam is. Dat wordt nu al gebruikt in aanbestedingen. Zit nu al in contracten. Aannemers kunnen scoren op MVI, de economisch meest voordelige inschrijving, of wat ook wel genoemd wordt, de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarin wordt dus nu de lat gelegd en we gaan die lat steeds hoger leggen. Hoe ziet dat er dan uit in de toekomst? Nou,
De lat moet omhoog, de milieu-impact gaat dus omlaag. En op dit moment wordt dat heel veel gedaan door bijvoorbeeld recycling en lage temperatuurontwikkelingen. Maar nog steeds met bitumen uit olie. En het Chaplin biobindmiddel en alle ligninenontwikkelingen die daarin bezig zijn, ja, die zouden dus wel eens in de toekomst bij ons ook binnen kunnen komen voor validatie. Maar hoe kan je die dan uiteindelijk bij Rijkswaterstaat toepassen? Nou, daarvoor is een validatietraject. Als wij die ambitie willen waarmaken voor duurzaamheid en we willen dus ook meer duurzame innovatieve asfaltmengsels, dan willen we ook nog steeds graag weten dat dat klopt en dat die voldoen aan alle eisen die we nodig hebben als weggebruiker vooral. Dat is maatwerk. Dus we testen of het gelijkwaardig is. Waarom willen we dat dan valideren? Waarom kunnen we niet gewoon, zoals ook in de presentatie al naar voren kwam, er liggen toch al proefvakken. Nou, wat we doen is, bij Rijkswaterstaat hebben wij functionele uitbesteding. En dan moeten we natuurlijk wel goed gaan beoordelen of die nieuwe innovatieve mengsels, die we in de basis nog helemaal niet kennen, ook die functionele eigenschappen hebben. Dat is dus de stijfheid, bijvoorbeeld de levensduur of de stroefheid. En dat is dus heel belangrijk dat dat niet alleen het korte termijn effect is, maar ook vooral ook het lange termijn effect. En dat kan dus dan, zoals je hier ook in de sheet ziet, ook nog best wel wat tijd met zich mee hebben. En er liggen nu al biobindmiddelen in de proefvakken, maar die kennis ga je dus wel benutten. We gaan het niet allemaal opnieuw lopen doen. En dan komen we op die TRL-niveaus. Dat staat voor Technical Readiness Level. Dat is een systematiek om aan te geven waar je nu staat met je ontwikkeling van jouw nieuwe product. Nou, je zag dat dat ook gebruikt wordt in het Chaplin-project. Bij Rijkswaterstaat benutten we dat ook. En we zien dat er al proefvakken zijn. Dus dat ga je op dat moment dus ook benutten. En dan zou je dus kunnen zeggen dat de projecten die we nu hebben in Chaplin orde grootte TRL 5, 6, soms misschien zelfs al TRL 7 hebben. Maar we hoorden ook zeggen dat er ook nog heel veel onderzoek loopt. Dat is ook wat de systematiek die we bij Rijkswaterstaat toepassen. Alle innovatieve mengsels gaan via die technical readiness levels. Gaan we kijken, kunnen we dat via een veilige omgeving een pilot krijgen? Kun je dat op enig moment langzaamaan opschalen? Nou, en later ga je dat steeds verder brengen naar voor ons dan de snelweg. En dan zou je ongeveer bij TRL 8, 9, ja, dan zijn we ondertussen wel zover dat we zeggen van nou, dit is absoluut haalbaar. Nu gaan we kijken, nou ja, hoe het laatste stukje er nog uitziet voor die toelating op snelwegen. Dan krijg je uiteindelijk een brief. Een brief waarin vast ligt dat je toegelaten bent, dat jouw product is toegelaten. Hiermee kan je naar alle Rijkswaterstaat werken. Oftewel, je hoeft niet telkens opnieuw dit hele traject te doen. Het is eenmalig een goede beoordeling. Is het gelijkwaardig aan dat wat we al kennen? En daarmee heb jij vastgelegd dat je dat met goed gevolg helemaal hebt doorlopen. En dan zie je dus dat dat beoordeeld is op allerlei documenten, civiel, technisch, een stuk veiligheid, gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld levensduur. Maar ook, zoals we net ook voorbij zijn gekomen, die LCA, de milieukostenindicator, de levenscyclusanalyse, ontzettend belangrijke parameters, zeker als wij producten krijgen die innovatief zijn op die duurzaamheid. Dus een bewijs krijg je in handen. Nou, daar hebben we ook een specifiek loket voor het beoordelen van die innovaties en dat samen oppakken. Dat is het innovatietestcentrum. Die heeft een specifieke testfunctie voor innovaties binnen de GWW-sector. Is helemaal bedoeld voor marktpartijen. En Rijkswaterstaat heeft daar dus een aantal mensen voor beschikbaar gemaakt om dat samen met je op te pakken. Te beoordelen wat heb je al gedaan, wat moet er nog gedaan worden. En het is dus compleet maatwerk. Wat levert dat nou op? Ja, dat is echt interessant natuurlijk, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Nou, hier zijn twee voorbeelden van echt een palet en ondertussen innovatieve mengsels die nu al in contracten worden toegepast. De een is bijvoorbeeld op een proef op de A4 met duurzaam asfalt. 2019 duurzaam zoap met een certificaat. Nou, ondertussen zitten we al in 2021 en ook in 2020 zijn er echt alweer hele nieuwe ontwikkelingen geweest. Oftewel, misschien in de toekomst ook wel asfalteren met hout, straks bij RWS. Dat zou zomaar eens kunnen. Nou, tot slot voor iedereen die denkt van nou, ik wil wel eens met Rijkswaterstaat praten over innovaties en hoe moet ik daar nou beginnen, heb ik hier nog een keer de link neergezet van het innovatieloket. Daar kan je met alle soorten innovaties komen, maar dus ook straks met de biowaste. Dankjewel.
Ja, dankjewel Inge voor deze geweldige bijdrage. Mooi om te zien dat bij Rijkswaterstaat duurzaamheid van wegverhardingen ook hoog op de agenda staat. En voor ons vanuit het Chaplin-programma ook enorm fijn samenwerken met jullie. Enerzijds dat jullie echt een hele serieuze en een supporter zijn die ook echt commitment toont. Niet alleen lipservice. Maar daarnaast ook is wel duidelijk dat jullie heel goed gestructureerd en georganiseerd zijn. En dat is denk ik in een innovatie zoals bijvoorbeeld deze enorm belangrijk. Want dat helpt ons ook om de juiste stap op het juiste moment te maken. Nou, het Chaplin-project doet zelf ook al goede zaken. Dus het is een mooie combinatie zo. Dankjewel, we doen ons best. Wat mij altijd opvalt, en je ziet dat helaas moet ik zeggen ook een beetje in onze filmpjes, is de wereld van wegenbouw is nogal een mannenwereld. En, dat klopt inderdaad, dat was ook mijn kritiek op dit filmpje van net. Ja. Dus ik hoop dat je zometeen nog een filmpje hebt, misschien een dame in beeld. En anders moet ik volgende keer maar langskomen. Gelukkig in het webinar nu lukt het om een dame in beeld te Er zijn er veel meer hoor, absoluut. Maar, en dat vind ik eigenlijk nog het mooiste, is we hebben niet alleen dame in beeld, maar jij weet ook echt wel je mannetje te staan als het gaat over de keiharde technologie. Want het valt mij op dat de collega's ook niet schromen om bij jou langs te komen voor advies. Ja, dat is wel mijn rol binnen Rijkswaterstaat. Als adviseur wegenbouwmaterialen moet ik echt alles weten over die steentjes, over die bindmiddelen, de connectie daartussen en dat het inderdaad ook een bepaalde levensduur behaalt. Er ligt een behoorlijk kritische lat op onze snelwegen. Zoals als we stilstaan, heeft iedereen er iets over te zeggen. Dus ja, er wordt wel wat gevraagd. Ja, ik denk dat we dat allemaal begrijpen. Nou, misschien een uitnodiging naar getalenteerde dames om niet alleen bij Rijkswaterstaat, maar in zijn algemeenheid in de wegenbouw ook eens je licht op te steken. Want daar gebeurt het nodige en daar worden ook echt dan belangrijke thema's voor de toekomst gewerkt. Je ziet duidelijk dat daar ook ontzettend hard gewerkt wordt aan thema's als duurzaamheid. Dat zit niet alleen in bosbouw of groen of hergebruik van hout, maar dat zit ook zeker dus richting die wegenbouw. Ja. Dus er is heel veel gaande nu en het gaat heel hard. Dat is heel leuk. Absoluut. We gaan met een filmpje nog even kijken wat er dan zoal gaande is en waar wij met name zelf ook iets aan kunnen bijdragen. We zijn in het programma Chaplin ingestapt om echt biobased asfalt, in dit geval asfalt met lignine, standaard te kunnen toepassen als mengsel. En daar hoort gewoon bij dat we met elkaar, met behulp van proefvakken, meer ervaring op gaan doen, zodat het product ook gewoon concurrerend is met de andere producten. We zijn hier bezig met de reconstructie van de N765. De huidige provinciale weg wordt opnieuw opgebouwd. De deklaag en de tussenlaag zijn eraf gehaald en worden weer opnieuw opgezet. Dus op dit werk waar we nu aan doen zijn, over een afstand van 300 meter, wordt om 30% van de bitumen vervangen door lignine. Een van de doelen die we hebben is te zorgen dat er voldoende proefvakken zijn, dat we ook uit die proefvakken steeds iets leren en dat we zicht houden op die proefvakken. Hoe zijn de resultaten? Het oudste proefvak is al in 2015 gelegd en dat ziet er nog heel veelbelovend uit. In het kader van de opdracht hebben we ook een deel erbometingen, emissiemetingen bij deze actie. Die zijn we vandaag aan het uitvoeren bij de asfaltinstallatie vanochtend en nu ook op het werk. We zitten ruim onder de aanvaarde grenswaarde. Verder zien we dat het verwerken tot een mooie asfaltlaag op de weg geen extreem grote veranderingen vereist in het proces. Er zijn wel veranderingen nodig en bijvoorbeeld de kennis van partijen zoals het AKC is enorm belangrijk om dat op een goede manier te doen. Maar dat zijn geen modificaties die het per se veel duurder maken. We zijn hier de groenste weg ter wereld denk ik aan het aanleggen op dit moment. Dit is een weg met lignine zowel in de onder- als in de tussenlaag als in de deklaag. En dat hebben we tot op heden niet gedaan en dat is voor het eerst dat we dit doen. En dat is ook een van de resultaten eigenlijk vanuit de Chaplin samenwerking. Samen ben je gewoon slimmer en kan je meer ontwikkelen. We staan hier letterlijk weer op een nieuw stuk asfaltweg met lignine. Dus dat is een enorm mooie mijlpaal. Vandaag leren we hier ook weer nieuwe dingen met dit proefvak. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben ook weer nieuwe ambassadeurs erbij. Dus naar de toekomst kunnen we zeker met vertrouwen verder. Kijk, en zo zien we weer een
stukje meer van het werk wat zo al gedaan wordt. En inmiddels is bij ons aangeschoven Martijn Verschuren van H4A. Een van de deelnemers in Chaplin. En ik mag wel zeggen met recht als bedrijf, maar ook Martijn in persoon. Een van de trekkers van dit principe van het allereerste uur. Ik zou zeggen, Martijn, stel je even voor en misschien kun je jouw visie op de toekomst van lignine en asfalt een beetje met ons delen. Ja, dat wil ik wel. Ik ben Martijn Verschuren. Ik heb me al een paar keer voorbij zien komen in de filmpjes. Manager New Business bij H4A. Wij zijn sinds 2014 begonnen met brainstormen over een vervanging van de bitumen. Waar uiteindelijk lignine uit is gekomen. En ja, het eerste wegvak, al een paar keer genoemd, zag ik. Hebben wij in 2015 voor onze asfaltcentrale op de Wervenweg in Sas-Vergent aangelegd. En ja, nu zijn we al zo ver doorontwikkeld dat we nu onderlagen, tussenlagen en deklagen kunnen ontwikkelen. En dat het toch wel ja, op een behoorlijk professioneel niveau zit. En dat het steeds ja, meer toepasbaar wordt. En dat het een steeds meer regulier product wordt eigenlijk. Wat toch ook wel ja, aan alle kwaliteitseisen en regelgeving voldoet ondertussen. Dus eigenlijk zijn we van een, ja, van een experiment toch al naar een product gegaan. En dat, ja, dat is toch wel heel mooi. En zeker het hele Chaplin gebeuren heeft daar een gigantische boost aan gegeven. En, ja, we zijn er toch wel erg blij mee, zeg maar. Ja, dankjewel Martijn. Hier via de chat krijg ik een vraag binnen waar je misschien even op in kan gaan. Ik kan me ook voorstellen dat niet alle geheimen van de Smit direct op de ether worden gezet. Maar de vraag hier is van, wat is nu de samenstelling van dat lignine-asfalt? En ja, jullie hebben natuurlijk hele goede ervaring ook met verschillende soorten lignine. Met het proces in de asfaltcentrale. Kun je daar wat meer over vertellen? In feite over de samenstelling. Ja, natuurlijk is dat een klein beetje het geheim van de Smit. Maar in feite wat we doen is het mintmiddel, dus de bitumen, vervangen door lignine. En in feite voegen wij 50% minder bitumen toe en dus die vervangen we door de lignine. Dat is kort door de bocht. We hebben er nog wat met temperatuur. Het gaat nog om wanneer voeg je toe in het proces. Hoe maak je het precies? Maar dat is inderdaad een beetje het geheim van de Smit. En je tweede vraag, het is eigenlijk maar twee vragen in één, dacht ik. Nou, ik heb wel een vervolgvraag hierop en je stipt hem zelf al een klein beetje aan. Door deze manier van werken kunnen we op een lagere temperatuur werken, zowel in de centrale als op de weg. Ja. Kun je daar wat over zeggen? Waarom is het zo en wat zijn dan eigenlijk de voordelen daarvan? Want ik kan me voorstellen dat dat de nodige voordelen heeft. Ja, het heeft natuurlijk sowieso een voordeel, temperatuurverlaging. Hè. Dat is iets wat je wil. Je hebt automatisch minder CO2-uitstoot en minder energieverbruik. Aan de andere kant vraagt het wel iets van je de werkzaamheden voor je asfaltploeg buiten. Het product is wat koeler, wat taaier, dus je moet je machines wat aanpassen. Je moet je verdichtingsmaterieel, dus je walsen wat verzwaren of iets korter op de machine zetten. Het vereist wel een andere manier van werken in het algemeen. Maar uiteindelijk wat je wil en waar we het voor doen is die CO2-winst. En dat krijgen we voor elkaar door de temperatuur zo ver mogelijk te verlagen. Alleen, daar zit natuurlijk ook een grens aan, want het moet nog wel te verdichten en te verwerken zijn. Ja, dankjewel. Misschien een mooi moment om even te schakelen naar Martin Jonginger. Als het goed is, Martin, kunnen we jou in de discussie betrekken? Ik weet niet of dat gaat lukken. Ja, daar ben je. Ja hoor. Ja. Hey Martin, dat moet lukken. We hadden het even over het voordeel van lage temperatuur en dat dat voor CO2 helpt. Maar CO2, je hebt dat net al heel mooi laten zien. Het gaat natuurlijk over heel de keten. Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou dat voordeel dat je naar de lage temperaturen kunt gebruiken, dat klopt zeker. Maar als je kijkt naar de hele keten, heeft dat maar een relatief beperkte impact. Dus wij proberen echt te kijken integraal naar waar haal je de lignine vandaan, wat voor veranderingen in het systeem doe je daar. Maar ook bijvoorbeeld heeft de asfalt die je produceert andere eigenschappen. Dus een van de dingen die we helaas vanwege corona nog niet konden doen, ik hoop dat het nu van het voorjaar lukt, is rolweerstandmetingen doen. Dus uiteindelijk stel dat je de rolweerstand van de asfalt met, laten we zeggen, 2-3% zou verlagen. En er zijn anekdotische indicaties dat dat zou kunnen zijn. Dan zou je dus ook indirect door brandstofgebruik te verminderen best wel veel CO2 kunnen verminderen. En daarnaast dus ook is de vraag hoeveel lignine we op lange termijn kunnen opslaan en dus hoeveel biogene koolstof je kunt opslaan in het asfalt. Nou, dat maakt het geheel
zeker met recyclingstappen ook nog een best wel ingewikkeld plaatje. Dus hoeveel procent je precies aan CO2 kunt verminderen en welke andere milieu-impact biobased asfalt heeft tegenover traditioneel asfalt, is nog een hele puzzel. Daar zijn we nog volop mee bezig. Ja, nou gelukkig maar dat het niet te makkelijk is, want dan zou iedereen het kunnen. Het is misschien een mooi moment om naar Inge te schakelen. Inge, jij ziet heel veel van wat er gebeurt. Allerlei innovaties van allerlei partijen. En daar hoor je volgens mij lage temperatuur asfalt of andere biobased asfalt types ook langskomen. Kan jij een beetje aangeven wat jij zelf echt belangrijke, kansrijke ontwikkelingen vindt? Nou, dat is niet omdat ik het nou toevallig vind, maar daar hebben we ook echt onderzoek naar gedaan. Want een van de problemen bij ons was dat je heel veel ideeën in de brievenbus eigenlijk krijgt. Er komen inderdaad bij dat innovatieloket allerlei mooie initiatieven naar ons toe. Maar uiteindelijk wil je ook graag weten, van doe je als Rijkswaterstaat nou het goede? Of ga je gewoon op volgorde van binnenkomst in behandeling nemen? Dus uiteindelijk hebben we daar wat wij dan hebben genoemd de kostencurve van gemaakt. Een rapportage waarin we uitzetten, als we nu die ontwikkeling doen en je zou hem richting 2030 doortrekken en dan met het areaal wat we hebben, waar ligt dan je grootste kans op CO2-reductie? En dan zien we toch, nou ja, dat is ook niet zo heel vreemd bij Rijkswaterstaat, dat zit bij die duurzame zoap en daar steeds circulairder in worden. Mm-hmm. Op dit moment is dat met name nog in recycling, maar we zijn echt spekkoper als we hem ook nog langere levensduur kunnen geven. Dus daar zitten ontzettende ontwikkelingen in. Naar mijn weten zat biobased nog niet in deze calculatie. Waarschijnlijk waren we toen nog niet zo ver met de LCA-dynamiek, zeg maar, de cijfers daarin. Misschien dat Martin daar iets meer over kan zeggen, maar dan zal hij waarschijnlijk dat andere rapport erbij willen hebben. Dat gok ik zo. Maar dat is wel hoe we er mee proberen verstandig mee om te gaan. Niet alleen maar op basis van binnenkomst, maar echt te kijken waar is voor Nederland de grootste winst te halen. En dit soort rapportages wordt dus ook gedeeld met provincie, met gemeente. Dus we maken die stappen wel. Op dit moment zie je het in recyclen. Een van de allereerste ontwikkelingen was ook in onderlagen hergebruik. Ik denk dat Martijn dat ook herkent, dat in onderlagen al heel lang met recycling bezig waren toen het nog niet eens duurzaam heette. Mm-hmm. Later is daar ook al heel veel laagtemperatuur asfalt aan toegevoegd. En nu worden die dingen heel mooi gecombineerd en ook naar deklagen toe. Ja. Dus ontzettend veel stappen worden nu gemaakt. Nu we er ook specifiek om vragen als overheid. Mm-hmm. Nou kan echt de aannemer ook dat zetje in de rug krijgen om het ook te gaan doen. Ja, heel mooi dat er is. Ondertussen gaan we even naar de Mentimeter. Om behalve via de chat iedereen thuis nog wat meer te betrekken. Als het goed is, zien jullie nu de Mentimeter code. Dus als iedereen gaat naar menti.com en deze code ingeeft, dan kom je bij onze vragen en stellingen. Dus dat is code 1356930. Nou, we hebben wat prikkende stellingen bedacht. Dus we kijken hoe daar de rest van het publiek, wat nu vandaag mee aan het luisteren is, over nadenkt. Als het goed is, krijgen wij de eerste stelling nu zo in beeld. Maar terwijl we daarop wachten, kunnen we misschien nog wel een andere vraag behandelen. Nou, hij is er al. Dus onze eerste vraag was, waar moet in de wegenbouw het meest rekening mee gehouden worden? Is dat de levensduur? Zijn dat de arbo-omstandigheden voor wegwerkers? Natuurlijk heel erg belangrijk om veilig en gezond te kunnen werken. Is dat circulariteit, biobased grondstoffen, geluid of prijs? Martijn, je ziet het hier in beeld verschijnen. Wil jij er eens op reageren wat je ziet? Ja, dit is wel een klein beetje van alles wat natuurlijk. Hè. Ik bedoel, die arbo-omstandigheden voor de wegwerkers, die vind ik heel erg belangrijk. Maar dat is vooral natuurlijk als aannemingsbedrijf. Aan de andere kant, prijs vind ik belangrijk. Maar ik vind eigenlijk dat de wegbeheerders in het algemeen en iedereen ietsje meer over zou moeten hebben voor biobased producten of duurzamere producten. De consument doet dat wel. Als je ziet in de supermarkten de biobased groenten of de beter leven kip of dat soort dingen hebben wat geld voor over. En wij als aannemer lopen toch erg vaak tegenaan dat wegbeheerders zeggen van we vinden het goed. We willen graag een innovatief product en een duurzaam iets. Maar kan je het voor dezelfde prijs leveren als een traditioneel product? En dat is helaas iets wat niet mogelijk is. En dat zal ook nog even willen duren. En aan de andere kant denk ik, als duurzame wegbeheerder moet je ook het goede voorbeeld geven. En moet je daar iets voor over hebben.
Dat dat is een lastig iets. Die heb je tegenwoordig, de meetinstrumenten, de MKI werd net al aangehaald en zo. En dat is ook iets, wij worstelen daar nog mee. En dat is nog ingewikkeld om daar goede scores op te halen. Want in feite, ik weet niet of die hier zit of nog naar Martin toe komt, maar een biobased product en de MKI, die scoort volgens mij momenteel helemaal niet goed. En dan moeten we dan nu toch aan Martin gaan vragen. Wel, Martin, we hebben je nodig. Ja. Nou, ik wil niet te veel op de huidige voorlopige resultaten vooruitlopen. Maar wat we wel zien is dat op zich één discussie is over de opslag van biogene koolstof. Of je die nou wel of niet moet meenemen. Daar is discussie net zo op dit moment gaande in de bouwsector. Er is een hele strijd tussen cement en bouw met hout bezig waar dezelfde discussie gevoerd wordt. Maar laat ik zo zeggen, als je dingen goed doet, dan kun je wel zeggen dat biomassa gebruik, lignine gebruik. Wel degelijk klimaatvoordelen oplevert ten opzichte van fossiele bitumen. Dan moet je daar ook bij zeggen dat als je bitumen dus recycelt, dat in principe die CO2 niet vrijkomt. Dus dan moet je daar tegenover houden dat je met biogene koolstof die echt negatieve emissies behaalt. Nou, dat is een methodieke stap die ook in de hele LCA-wereld nog niet echt goed is ingeburgerd. In de LCA-wereld is het ook zo vaak dat je op dit moment zegt van ja, als je die koolstof 100 jaar vastlegt, dan mag het tellen als negatieve emissie. Als korter dan 100 jaar wordt gedaan als nul. Nou, de waarheid ligt daar ergens in het midden, denk ik. Dus daar zijn we ook methodologisch met een aantal projectpartners en andere projecten over aan het discussiëren wat nou een betere weergave van de werkelijkheid is. Ten slotte komt bij de MKI-score behalve klimaat ook nog een heleboel andere impactcategorieën scoren. En daar zien we een aantal impactcategorieën waar inderdaad biobased vooralsnog, zover het lijkt, wat slechter scoort dan bitumen. Bijvoorbeeld marine ecotoxicity. Ik zou echt niet weten hoe je dat nou heel goed in het Nederlands vertaalt. Maar stoffen die in het water terechtkomen, die schadelijk zijn voor het milieu. En volgens de huidige initiële indicaties lijkt dat voor biobased, omdat het natuurlijk te maken heeft met productie van biomassa, wat slechter uit te pakken dan voor fossiel. Maar we weten eigenlijk nog niet precies waarom. Dus daar zijn we op dit moment nog dieper aan het graven, waardoor die scores voor een aantal onderdelen van biobased nou slechter uitpakken dan voor fossiel. Zodat we dat beter kunnen begrijpen en dat we ook kunnen aanwijzen waar dus eventueel in een biobased keten nog verder op gelet moet worden en verbeterd moet worden. Moet je dat een beetje zien zoals we ook met zonnepanelen en windmolens ook gewoon nog vraagtekens hebben hoe je daaraan moet rekenen. Maar dat je wel ziet dat de eerste zonnepanelen ook gewoon nog niet die goede opbrengst hadden, maar dat dat steeds beter wordt. Ik kan me voorstellen dat ook die processen voor lignine ook op enig moment steeds gangbaarder worden en steeds efficiënter. Ja, er zijn echt een aantal dingen nog te winnen. Om even het voorbeeld van zonnepanelen en windmolens aan te nemen. Die zijn trouwens ook niet circulair. Dus ook het recyclen van zonnepanelen en windmolens zelf is nog best een uitdaging. Terwijl ze wel volop gebruiken om onze hernieuwbare energie op te wekken. En bij lignine, denk ik, is er een hoop nog te winnen. Aan de ene kant inderdaad bij het proces. Dus bijvoorbeeld bij de extractie. Hoe kun je de extractie uit black liquor van de pulpmills zo goed mogelijk zo vriendelijk doen? Hoe kun je ook de biomassa die je daar dus weghaalt en die nu voor energie gebruikt wordt, hoe kun je die zo goed mogelijk vervangen door andere biomassa of bijvoorbeeld door elektrificatie met groene stroom? Dat zijn belangrijke aspecten. En uiteindelijk is natuurlijk ook de bron van de biomassa een grote vraag. Je kunt van alles nog wat gebruiken. Je zou heel hypothetisch, ik wil meteen zeggen dat dat niet aan de orde is, maar je zou een oerwoud kunnen kappen en daar de papier en de lignine uithalen. Ja, dat niet duurzaam is, daar zijn ze het allemaal over eens. Maar er zijn ook heel veel reststromen in de wereld die je heel goed kunt gebruiken en mobiliseren. Bijvoorbeeld, het werd net al genoemd, Farge, maar ook bijvoorbeeld Clariant is een ander bedrijf in Europa die gebruiken tarwestro. Nou, daar zit ook suikers in waar je bijvoorbeeld ethanol uit kunt maken en lignine. Nou, die lignine zou je ook hiervoor weer kunnen gebruiken. Dus de focus is dan vooral over reststromen. En de lignine die we nu uit de database halen, met die, wat ik al eerder zei, gedeeltelijk negatieve impact, dan weten we niet heel goed precies wat nou de aanname is voor de feedstocks. Dus dat zal heel veel uitmaken of de MPI-score slecht of goed is. En dat heeft dus uiteindelijk ook heel veel te maken voor het biobased asfalt, wat voor biomassa je gebruikt, of je een goede of een slechte score gaat halen. Dus het is echt een ingewikkeld puzzel. Ja, Martin, dankjewel. Nu je er toch bent, een vraagje uit de chat waar jij denk ik heel goed mee overweg kunt. Dat is, gebruiken jullie literatuurdata of heb je betere informatie wat betreft berekeningen van CO2 en LCA?
Ja, nou, het eerste wat we gedaan hebben is eerst maar eens de literatuur gescreend. Dat artikel is inmiddels uit, dus mochten mensen interesse hebben, daar hebben we dus alle toepassingen van lignine die op dit moment in de literatuur beschreven zijn. Dat zijn zo'n stuk of 20, 30, niet alleen maar voor wegenbouw, maar ook voor diverse andere dingen, hebben we gewoon bekeken, ook vanuit een meteorologisch oogpunt. Dus in eerste instantie zijn we begonnen met literatuurdata, maar we hebben natuurlijk het geluk dat we in de keten direct metadata kunnen krijgen. Dus voor het proces zelf, maar ook bij Avantium zijn we echt bezig met de echte data. Ook dat is natuurlijk geheim van de smid, dus daar moeten we goed opletten hoe ver we dat kunnen openbaar maken. Maar we zijn op dit moment druk bezig om met de echte data te rekenen. En de grootste uitdaging zou nog zijn om echt ook goede data van pulp- en papierfabrieken te krijgen, wat toch het grootste gedeelte is van de huidige, zeg maar, professionele ligninemarkt. En dat zou ook een van de doelen zijn van een toekomstig EU-project, om daar toch een aantal grotere spelers uit het veld nog erbij te krijgen en hun data te kunnen gebruiken. Mm-hmm. Dankjewel, Martin. Misschien een leuk weetje nog wat betreft lignine in ons dagelijks menu. En dan met name in het gezonde deel, dus de groente en de vezels, eten wij elke dag een beetje lignine. Ik zou dat met bitumen niet direct adviseren. Maar goed, dat gezegd hebbende. Martijn, een vraag voor jou. Wat we nu in Chaplin juist doen, is samenwerken. En samenwerken klinkt altijd zo leuk en bijna een beetje soft. Van nou, laten we het samen doen. Uiteindelijk is de grote boze buitenwereld natuurlijk ook een wereld van concurreren en overleven. Maar ja, als ik jou en H4A even als voorbeeld pak. Je zit met een aantal conculega's in het Chaplin-programma. En ja, daar werken we wel degelijk met z'n allen samen. Ik denk zelf dat dat ook goed is. En daar gaan we dadelijk Inge nog over horen als wegbeheerder, hoe je dat dan ervaart. Maar het heeft iets van wel snel leren, daar ook een bepaald concurrentievoordeel mee opdoen. Maar toch ook dat samen doen en de taart delen met z'n allen. Hoe werkt dat nou in de praktijk? Nou, ik denk dat het dat van elkaar leren sowieso goed is. Hè. We zitten met z'n allen verspreid over het hele land eigenlijk. En in deze transitie denk ik dat concurrentie een klein beetje ondergeschikt is aan het leerproces en de transitie aan zich. Ik bedoel, we moeten met z'n allen om, we moeten met z'n allen van fossiel naar duurzaam. We onderzoeken allerlei mogelijkheden, aan de ene kant circulariteit, aan de andere kant het biobased. Wat exact de oplossing gaat zijn, dat weet eigenlijk geen enkele wegenbouwer. We zijn er met z'n allen van overtuigd. Over 10 jaar zal het asfalt er sowieso anders uitzien dan het er nu uitziet. En natuurlijk moeten we de concurrentie niet uit het oog verliezen. Dan bedoel ik mee de financiële concurrentie. Maar aan de andere kant, waar we van elkaar kunnen leren, moeten we dat zeker doen. En dat zie je ook binnen de Chaplin-samenwerking. Ik bedoel, die is hartstikke goed. En we gaan eens bij elkaar in de keuken kijken van hoe produceren we het daar. Hoe produceren we het hier? En ik denk dat we er op deze manier alleen maar beter van worden. En uiteindelijk echt grote geheimen, die zijn er ook niet echt in de wegenbouw. Want iedere asfalttechnoloog die weet wel een beetje wat er bij de ander gebeurt. En ik denk dat we veel meer leren en kunnen leren door open te zijn. Dan het allemaal op onze eigen manier te doen. Want uiteindelijk zal je ook moeten je emissies moeten gaan meten en aantonen dat je product voldoet aan allerlei eisen. En dat kan je ook niet alleen doen. Dus daarom is aanmerking als deze heel welkom en heel erg nuttig en misschien wel noodzakelijk. Ja, dankjewel. Draai ik even naar Inge, want als wegbeheerder... Ga ik natuurlijk niet ontkennen, hè? Dat jullie zitten in die keten. maar ik kan me voorstellen, enerzijds wil je concurrentie in de keten, want dat is gezond. We houden elkaar scherp op die manier. Anderzijds wil je, als er een goede innovatie is en een goed product, wil je denk ik het liefste dat iedereen dat kan maken. Dus nou ja, dat is inderdaad natuurlijk wel een beetje de puzzel. Dat je, nou ja, als je dan inderdaad een goed initiatief wordt en je hebt daar ook berekeningen van gezien dat echt de nummer 1 is in de markt, dan worden we eigenlijk ook tegengehouden, want we horen meerdere partijen uit te nodigen. Aan de andere kant, we hebben projecten waarin grond, funderingslagen, asfalt zit. Er moet van alles met verkeersmaatregelen geregeld worden. En daar moeten ze op concurreren met hoe slim en hoe efficiënt pak ik dat uit. En dan is het niet eens meer die ene asfaltlaag en die ene innovatie die daarin zit. Dan kan je ook de ene heel erg goed zijn in die fundering, de andere heel erg goed zijn in de efficiëntie, in slots en in uitvoering. En dan heb ik ineens wel weer meer partijen. Dus ja, we proberen nog steeds ook die partijen die nu met kop en schouders erbovenuit steekt,
toch gewoon mee te nemen, maar we vragen ook wel aan de anderen en dagen ze ook uit van kom maar op. En dat is ook waarom we werken met die MKI en we hopen dat dat dus ook, nou ja, de discussies die Martin Jongeren net aanhield, dat dat steeds helderder wordt voor iedereen. Dat daarmee een eerlijke lat wordt neergelegd en iedereen de getrouw kan optrekt. Hè. Als de lat steeds hoger ligt en de uitstoot steeds lager, ja, dan gaan we volgens mij de goede kant op. En ik heb ook wel de indruk dat de aannemerij daar ook helemaal klaar voor is. Eigenlijk hebben ze jarenlang tegen de overheid gezegd, ja, kom nou op, jullie zeggen dat jullie dat willen. Je hebt Parijs getekend, ga het maar doen. Dus nou ja, wij zijn soms wat te trager om dat ook ingeregeld te krijgen. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn we aardig op stoom nou. Dus, ja. En daar worden we in het buitenland echt om geroemd. Hè? Ik word in Europese normcommissies, toen we nog bij elkaar kwamen, weet ik gewoon dat ik in Keulen ben geweest en dat ik daar echt iemand aangesproken werd. En, oh, hoe doen jullie dat in Nederland? En hoe kan het dat jullie echt met aannemerij, met innovators, met onderzoeksinstituten bij elkaar kunnen zitten? Dat kan in ons land helemaal niet. Dus, en dan zien we dat we ook echt heel veel stappen gaan. Want als je Europees gaat kijken, dan zitten wij op asfaltgebied met alles wat we doen in hergebruik en systematieken daarin. Ook met kop en schouders bovenuit. Ja, ik merk het echt vaak als ik de grens overkom met de auto, terug op de Nederlandse wegen, is een verademing in veel opzichten. Nou ja, dat ook. Met de MKI is het natuurlijk wel een beetje, wij worstelen wel met de MKI. Martin had ook al, het is een beetje een kip-ei verhaal. Als je inderdaad koploper bent, loop je eigenlijk voor de MKI uit. En dat is een beetje ja, een probleem waar we toch wel mee worstelen op dit moment. Want ja, we zouden daar graag de stap in willen maken en zo snel mogelijk op die MKI aanhaken. Want nu, ja, eigenlijk scoren we minder op momenteel als je van een MKI-aanbesteding uitgaat. Er is nog werk aan de winkel. Ja, dat ja. Is nou, een, ik kan vertellen dat daar ook aan gewerkt wordt. Iets wat wij genoemd hebben, de koploperaanpak. Ja. Daar zit ik niet zelf helemaal in. Ik doe dat niet. Maar ik weet wel dat daar hard aan gewerkt wordt door collega's om ja, een helder spelveld te maken, ook voor koplopers. Ja. Hoe pak je dat aan en ook hoe trek je dan vervolgens een peloton weer mee? Is dat puur Rijkswaterstaat of zit daar ook aannemers in? Of wat? Voor zover ik weet is dat nu Rijkswaterstaat. Meer omdat je het vanuit contracten spelregels goed moet regelen. Ja, ja. Want ik bedoel, ik ben heel erg voor aanbesteden met duurzaamheid. Alleen, ja, het blijft een lastig iets, zeg maar. En ja. Het is goed dat het een initiatief is voor de koplopers. Ja, ik ga heel even op de tijd letten. We zijn ja, dat is jouw rol. Door de tijd heen. Iedereen moet zijn rol hebben. Martin, zou jij nog in één of twee zinnen wat willen afsluiten voor vandaag? Oké, nou, ik moet zeggen, ik heb buitengewoon veel plezier in dit project. Het is echt wat mij betreft een excellent voorbeeld van industriële en wetenschappelijke samenwerking met een heleboel verschillende partijen in de keten. En ik moet zeggen, de samenwerking is in ChapterX zo goed als ik het zelden in mijn 20-jarige carrière elders heb gezien. De partners werken erg goed samen en ik ben ook echt heel blij dat we fysiek tastbare resultaten produceren. Als wetenschapper, zeker in deze tijden, achter een laptop de hele dag in een home office is het gewoon buitengewoon, ja, geeft veel voldoening om te zien dat er ook echt wegvakken gelegd worden. Ik denk dat we met dit concept nog een heel eind kunnen komen, letterlijk en figuurlijk. En dat we ook hopen dit uit te kunnen rollen in de rest van Europa de komende jaren. Mooi, dankjewel. Daar gaan we ons best voor doen. Inge, jouw laatste stukje ter afsluiting. Nou ja, eigenlijk heb ik het allemaal gezegd. We zijn heel mooi bezig. Ik vind het Chaplin-project daar ook een mooi voorbeeld van. Dat we het met elkaar aan het aanpakken zijn. En ja, we hebben ook nog een grote weg te gaan. Dat heeft Martin ook laten zien. Als we echt 2030, 2050 willen halen. Schouders eronder. Ja, dus werk aan de winkel. Ja, zeker. Absoluut, absoluut. Martijn, ook aan jou nog het laatste woordje. Ja, nee, ik kijk eigenlijk uit naar het eerste wegvak voor Rijkswaterstaat. Wat we toch gaan aanleggen met lignine, want dat moet, vind ik, binnen een jaar toch wel plaatsvinden eigenlijk. Oké, ik hoor een uitdaging. Ja. Nou, de plannen zijn concreet, dus we gaan ons best doen. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken, Inge, Martin, Martijn, om jullie heel hartelijk te danken voor je bijdrage vandaag. Iedereen thuis, bedankt voor de aandacht en voor het luisteren en voor het actief deelnemen. De vragen die we niet hebben kunnen behandelen, die worden nog beantwoord. Heb je verder vragen of heb je nu het gevoel na deze sessie van goh, dat is echt wel heel nuttig en belangrijk en ook heel leuk wat hier aan het gebeuren is. Je kunt ook contact opnemen met ons. Kijk op, als je op Google intypt Chaplin en asfalt, dan kun je nooit ver miszitten. Je kunt altijd kijken op biobasedelta.nl. Neem gerust contact op en voor partijen die zeggen ik zou dit ook echt willen gaan doen. Ik wil niet alleen
een beetje mee praten, maar ik wil echt mee de schouders eronder zetten. Wij zijn een groep van koplopers en we kunnen altijd nog meer koplopers gebruiken. Dus als je je aangesproken voelt, neem contact op en we kijken of je kunt helpen het Chaplin-initiatief te versterken. Hiermee wilde ik afsluiten en allemaal bedankt en een hele fijne week van de circulaire economie gewenst.